Beste kijker, met alle genoegen presenteren wij u een nieuwe aflevering van SZF Magazine. Een eigen productie van de Stichting Staatsziekenfonds. Dit programma is afgestemd op uw behoefte aan informatie over onze diensten en gezondheidgerelateerde onderwerpen. In de aflevering van deze week gaan wij in op de werkwijze bij nieuwe online aanmeldingen voor verplichtverzekerden en geven wij antwoord op de vraag: hoe controleer ik mijn polsslag? Wij garanderen u een informatief en interessante aflevering en wensen u daarom veel kijk- en luisterplezier toe. Bent u landsdienaar of ambtenaar en is uw verzekering vervallen? Stuur dan een WhatsApp-bericht of een e-mail naar de afdeling Customer Relationship Management. Dit kan op de nummers 841-4173 of 841-4174 of 860-7860. Of stuur een e-mail naar het e-mailadres crm@staatsziekenfonds.sr. Maak een foto van de volgende documenten: uw laatste loonslip, de SZF-kaarten waarvan de geldigheidsduur verlopen zijn, uw ID-kaart en indien het om kinderen gaat, het familieboekje. U geeft in hetzelfde bericht aan op welk telefoonnummer u de nieuwe kaarten wenst te ontvangen. SZF online diensten, op afstand, maar toch dichtbij. Ambtenaren en landsdienaren maken na hun indienstreding bij de overheid aanspraak op een medische verzekering bij de Stichting Staatsziekenfonds. Voor uw veiligheid en gemak kunnen nieuwe aanmeldingen online geschieden. Dit betekent dat de nieuwe ambtenaar of landsdienaar zich niet hoeft aan te melden bij onze kantoren. Op afstand kunnen wij u digitaal van dienst zijn. Broek Atmosurojo is hoofd van de afdeling Customer Relationship Management, waar de aanvragen in behandeling worden genomen en afgehandeld. Zij vertelt ons graag over de werkwijze bij deze type online aanmeldingen. Hoe moet ik mij online aanmelden wanneer ik in dienst ben getreden bij een overheidsinstelling? U behoort tot de verplichtverzekerde als u ambtenaar bent van de overheid. U maakt dus aanspraak, u en uw gezin maken dus aanspraak op een SZF-verzekering met als polis SZF. Maandelijks wordt de premie ingehouden via de personeelszaken. Op uw loonslip zult u dan zien het werkgeversaandeel en het werknemersaandeel. Dit wordt dus maandelijks ingehouden. Via de afdeling CRM doen we dus nieuwe inschrijvingen, bijschrijvingen en uitschrijvingen. De procedure is als volgt: indien u een nieuwe ambtenaar bent, u levert dus in een aanmeldformulier getekend en gestempeld door PZ. U levert uw ID-kaart in, uw laatste loonstrook. In geval het gaat om een gezin, levert u uw familieboek in. Indien u kinderen hebt ouder dan 16 jaar, gaarne de ID-kaarten ook naar ons te sturen. Bij kinderen ouder dan 21 jaar dient u ook in uw SZF-uitreksel en uw schoolverklaring. Indien het gaat om pleegkinderen, levert u in uw voogdijbeschikking. De aangegeven documenten kunt u dus WhatsAppen op het nummer 841-4173 of 841-4174 of 860-7860. U kunt dat ook mailen naar het e-mailadres crm@staatsziekenfonds.sr. Wat doet de afdeling CRM wanneer die mijn aanmeldingstukken heeft ontvangen? Bij ontvangst van de documenten via de WhatsApp of onze e-mailadres
worden de documenten eerst gescreend door een van onze client representatives op juistheid en volledigheid. Indien er ontbrekende documenten zijn, wordt u dus begeleid door onze client representative, wat nog dus opgeleverd moet worden. Indien de aanvraag volledig is, wordt deze aanvraag digitaal gestuurd naar onze back office. Deze back office verwerkt dus alle aanvragen, bijschrijvingen, uitschrijvingen en inschrijvingen en drukt de kaart dus digitaal af. Met deze digitale kaart kunt u dus bij alle dienstverleners aangesloten bij het SZF voor hun diensten. Op welke dagen kan ik mij aanmelden? De afdeling CRM is open van maandag tot vrijdag van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Maar u kan uw aanvraag anytime doen op uw gemak. Wat is de gemiddelde wachttijd voor de afhandeling van mijn aanmelding of registratie? De gemiddelde wachttijd is dus tussen 3 en 5 werkdagen. Wil je weten als je aanvraag voor een BASO of BZV-verzekering is goedgekeurd? Maak dan contact met de afdeling Customer Relationship Management op het nummer 134, extensie 2. Of stuur een WhatsApp-bericht naar de nummers 841-4174 of 860-7860 of 841-4173. Personen van wie de aanvragen zijn goedgekeurd, kunnen zich aanmelden bij het dichtstbijzijnde SZF-kantoor. De polsslag is de klopping die u voelt in de slagaders. Deze geeft een indruk van de snelheid, kracht en regelmaat waarmee het hart bloed pompt in het lichaam. Hoe kunt u de polsslag controleren? Dr. Kwame Horne gaat in op deze vraag en leert ons hoe wij die controle gemakkelijk kunnen uitvoeren. Vandaag zullen we het hebben over de polsslag. De polsslag is een maatstaf om na te gaan hoe snel en hoe goed je hart klopt en hoe goed hij dus daardoor bloed kan pompen. Soms kan de noodzaak er zijn dat je of bij jezelf of misschien bij iemand anders op een goede en betrouwbare manier de polsslag moet kunnen voelen. Daarover zullen we het zo meteen hebben. We gaan op 4 plekken leren voelen en dan gaan we vooral letten op dat je de polsslag met regelmaat voelt. En om ook na te gaan dat die niet te snel is. De bovenarmslagader, dat is aan de binnenzijde van de bovenarm, iets boven de elleboog. Dit is vooral een polsslag die je probeert te voelen bij kleine kinderen. Ietsjes boven het bot, aan de binnenzijde van de bovenarm, plaats je je wijs- en middenvinger. Je drukt lichtjes aan en dan voel je de slagen. Bij het meten van de halsslagader zoek je de luchtpijp en de onderkaak van de persoon. Je vraagt de persoon om een klein beetje naar de andere kant te kijken. En dan plaats je tussen je, naast je luchtpijp en iets onder je onderkaak, plaats je je wijs- en middenvinger. En dan voelt u die slagen. De pedaalpuls meet je de polsslag van de voetrugslagader. Die is heel zwakjes te voelen, maar als je hem goed voelt op de voetrug vlak onder je enkel, hier drukt u heel lichtjes met de wijs- en middenvinger en dan kan u de slagen voelen. We demonstreren het meten van de polsslagader of de radiale pols. Je brengt de voorzijde van de pols in beeld en ietsjes boven de duimmuis, dit is de duimmuis, hier heb je je onderarm, leg je je vinger aan de buitenzijde, je wijs- en middenvinger, heel lichtjes aandrukken en dan voelt u de polsslag. Dat waren enkele makkelijke manieren om de polsslag te bepalen.
Als tip wil ik afsluiten met het volgende. Nooit te hard drukken bij de halsslagaders. Nooit aan beide kanten tegelijkertijd drukken. En het belangrijkste, let altijd als eerst op jouw eigen veiligheid. Geniet van de voordelen van de WhatsApp-dienst van onze SZF apotheken. Geen lange rijen, snelle afhandeling en korte wachttijden. Maak een duidelijke foto van uw SZF-kaart en recept. Stuur deze foto's op naar een van de volgende WhatsApp-nummers. De apotheekmedewerker neemt uw aanvraag in behandeling en spreekt met u af wanneer uw medicamenten of medische verbruiksartikelen opgehaald kunnen worden. Bij de overhandiging moeten de SZF-kaart en het origineel recept aangetoond worden. Houdt u de wachtdienst van dit weekend in de gaten? Dit kan via het SZF service nummer 148, de SZF website, onze Facebook en Instagram pagina's en de SZF mobiele applicatie. De wachtdienst, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF. Voor meer informatie kunt u contact maken via het nummer 134. Dit was SZF Magazine voor deze week. Wees veilig, neem de COVID-19 maatregelen in acht en blijf gebruik maken van onze online dienstverlening. Dank voor uw aandacht en tot de volgende week voor een nieuwe aflevering u aangeboden door uw trouwe zorgpartner, Stichting Staatsziekenfonds.